Hoe vang je een zwaan? En hoe vind je een weggelopen hondje terug? De scharrelkids van het IVN weten er van alles van, want de dierenambulance kwam bij het Natuurhuis op bezoek. Nou, wij zijn van Dierenambulance Almelo, ik ben hier samen met mijn collega. Wij zijn uitgenodigd door de scharrelkids om wat meer te vertellen over de dierenambulance van Almelo. Wat doen we zoal? Natuurlijk meer dan bijvoorbeeld een overleden kat ophalen. We gaan vandaag uitleg geven wat we nog meer allemaal doen. Zoals van, is jouw dier gechipt? En we gaan laten zien hoe dat werkt. We hebben genoeg bij ons om leuke dingen te kunnen laten zien. Wat we allemaal zo doen op een dag. Bijt hij ook? Ja, Takkie bijt. Ja, Takkie is heel gevaarlijk. Kijk, en dan gaan we gewoon... Die is gewoon nep. Die is nep, hè? Ja. Ik heb ook gezien. Maar dit is gewoon om te laten zien... Als een dier gechipt is, hoe dat in zijn werk gaat en wat wij te zien krijgen. Dus wij krijgen de adresgegevens te zien, wij krijgen de telefoonnummers te zien. Nou, wij bellen die mensen op van meneer, wij hebben uw hond gevonden, we hebben uw kat gevonden. En die kunt u bij ons, kunt u die weer ophalen. Wat hebben jullie hier geleerd? Hoe ze wilde zwerfkat vangen. Ja. Ja, nou hoe doen ze dat dan nou? Nou, ze hebben een soort van, hoe zeg je dat, een vangdoos. Ja. En daar zetten ze... aan de ene kant een bakje voeding en aan de andere kant niks. En daar aan allebei de kanten zit een klepje. En dan loopt een... En dan denkt de kat, lekker eten. En dan gaat hij over een soort van klepje heen. Ja. En dan gaan de poortjes dicht en dan hebben ze gevangen. Quinten, kun jij vertellen hoe je nou als je je poes kwijt bent of je hond kwijt bent, hoe je hem weer terug kunt vinden? Hoe kun je ervoor zorgen? Je meldt voor... En het aan de dierenambulance en hun gaan op zoek naar de hond en dus kijken of ze die een chip heeft. Ah, een chip. Vertel eens, hoe zit dat in elkaar dan? Dat is een klein, heel klein dingetje en dat zit in de nek van een hond. En als je daar overheen gaat scannen, geeft hij een signaal. Het registratienummer staat erop. Aha. En als dat registratienummer bekend is, wat dan? Dan bellen ze de eigenaar. En daar hebben we een speciale haak voor. Voor zwanen. En die kunnen we dan om zijn hals doen. En dan kunnen we bakken. Ja, de dierenambulance draait volledig op vrijwilligers. Wij rukken 24/7 uit. Wij hebben onder andere niet alleen Almelo, maar Hooghexel, Wierde. We werken samen met Enschede. Dus eigenlijk hebben we heel Twent hebben we bijna. En wij zoeken echt nog vrijwilligers daarvoor ook. Dus mocht je interesse hebben, neem alsjeblieft contact met de dierenambulance. Het is heel leuk werk, het is afwisselend werk. Je werkt 9 van die keer gezellig met z'n tweeën. Dus je hebt altijd een bijrijder. Ook als je geen rijbewijs hebt, ben je dus welkom. Kijk op de site van de dierenbescherming en als je van dieren houdt, ben je welkom.